Dimitri Dazelaar, 1-0 gewonnen tegen Eupen. Vertel eens, hoe heb jij de match beleefd? Goh, ik denk dat Eupen een goede voetballende ploeg is. Die kleine zwartjes op midden, die kunnen allemaal heel goed voetballen. Dus we hebben vandaag gekozen voor resultaat. Het was niet altijd even schoon. Hè. Het was veel verre ballen en op de counter vooral. Maar we hadden een overwinning nodig. En eindelijk is het ons gelukt na een lange periode. Dus ik ben toch wel blij dat we die 1-0 een keer hebben kunnen halen. Je speelde zelf een heel goede wedstrijd, maar wat gebeurde er op het einde? Vertel eens. Ja, dat is een domper natuurlijk. Hè. Als je mee kunt winnen met de ploeg, ook al is het nog maar 2 minuutjes. En je krijgt een rode kaart voor eigenlijk een fase waar, laten we eerlijk zijn, ik denk dat ik echt niks doe. Zelfs geen klein duwken. Maar goed, ik hoop dat de beelden erbij gehaald worden en dan kunnen we verder zien. Want het zou jammer zijn moest ik voor zoiets een schorsing krijgen. Kan je de fase voor de mensen die het ook niet gezien hebben nog eens navertellen wat er net gebeurd is? Goh, er is een duel tussen twee. Ik denk ik en Connor tegen een van die jongens. Ik denk zelfs dat hij de fout op ons maakt. Maar bon, een arbiter fluit fouten. Die jongens doen zelf ook niet veel. Maar oké, we praten een beetje. Iedereen gaat terug naar zijn plaats. Ik krijg een duwke. Ik struikel en meer is daar niet gebeurd. Dus als hij gewoon een geel kaart had gegeven voor die andere speler. En dan had er niks gebeurd geweest. Maar goed. Hij verkiest om 2 rode kaarten te geven en daar verschoot ik een beetje van. Je speelt nu een aantal weken voor Antwerpen. Hoe voel je je hier thuis? Goh, ik moet zeggen dat ik na vorige week toch me moest bewijzen terug, want ik had vorige week een iets mindere match. Ik kan hem gerust toegeven, maar vandaag win je dan. En ik moet zeggen, als je met deze ploeg van boven kunt spelen, dan is hier bangelijk. Dan is hier toch een ploeg voor eigenlijk mee te doen op kop. Ik hoop dat ik hier misschien volgend jaar ook kan spelen. We zien wel, maar ik moet zeggen dat ik me hier goed voel op Den Bosch. Dus een verlengd verblijf is een optie voor Dimitri Dazelaar? We zien wat er van komt. Wat Sint-Truiden voorstelt, we zien wel. Maar ik hoop hier gewoon nog een tof half jaar te hebben. Alleen nog 2 maanden en dan zien we wel wat er komt. Succes! Goed. Oh, amai, dat licht.